als je televisie aanzet, dan komen er altijd wel punten voorbij die jij geleerd hebt. Je herkent gewoon geschiedenis overal. Ja, dat is iets wat ik gewoon super interessant vind. Ik ben Floris de Leeuw, ik ben 19 jaar. Ik studeer geschiedenis hier aan de Universiteit Rotterdam. Ik heb de richting van internationale betrekkingen gekozen, omdat het mij echt heel erg interesseert in de internationale politiek. Ik ben de secretaris van het 34e bestuur van ACE. Wij zijn de faculteitsvereniging van de ESACC. Ik studeer het liefst hier op het HOC, omdat daar best wel gewoon een rustige omgeving is. Als er andere mensen zijn, dan is het toch wel fijn om even met iemand te kunnen praten. De geschiedenis die wij krijgen zijn geen feitjes en dingen. Het zijn altijd gedachten van mensen over de geschiedenis. En daar kan je dus echt over discussiëren. Geschiedenis in Rotterdam heeft gewoon een heel internationaal karakter. Heel veel teksten zijn in het Engels, zodat je het historisch debat goed kan begrijpen. Je leert denken over geschiedenis op een manier die je eigenlijk nooit had gedacht. Geschiedenis staat niet vast, wat men altijd wel denkt. Er zijn verschillende theorieën over die je hier heel goed geleerd krijgt. En het feit dat het moderne geschiedenis is, is voor mij een pluspunt, omdat het heel erg gerelateerd wordt naar het heden. En dat je niet echt in het verleden blijft hangen, maar dat je ook kan zien dat het wel ook vandaag de dag nog heel erg relevant is wat er in het verleden gebeurd is. Zeker omdat het in Rotterdam heel politiek karakter is, wil ik later ook iets met politiek gaan doen. Ik zat er zelf over te denken bij een ambassade misschien te gaan werken of gewoon bij een politieke partij. En dan vooral de relaties met het verleden bekijken en kijken of dat we daar vandaag de dag nog steeds wat aan hebben.